Breda Nu. Je weet het meteen. Kees, ik overval je even. Je was net nogal lang bezig met het opzetten van die verf hier op je palet. Ja. Maar nu ben je met behoorlijk forse halen bezig op een doek. Doe je dat altijd zo? Ik begin eigenlijk bijna altijd met paars. En dan maak ik dus een onderschildering. Dit heb ik gisteren een beetje opgezet en nu ga ik het verder uitwerken. Maar je werkt met grote vlakken, zie ik. Want daar was je klein bezig en hier op het doek ben je een keer groot bezig. Ja, dat klopt. Maar eigenlijk moet je het zo doen. Dat is dan zo, je moet van achteren naar voren werken. Dus je moet eigenlijk eerst de achtergrond goed invullen en dan steeds meer naar voren, de kleinere details. Dus die achtergrond is vrij donker. Dus kan ik met een groot penseel gewoon boem, boem, boem. Dat maakt dan niet zoveel uit. Bovendien komt er later waarschijnlijk nog wat meer lagen overheen. Dus dit is een onderschildering, zoals dat heet. En dat is vooral bedoeld eigenlijk om van daaruit het schilderij verder op te bouwen. Dus je kunt ook een onderschildering maken met verschillende kleuren. Maar ik doe het altijd met één kleur en bijna altijd met paars. Waarom? Dat weet ik niet. Maar als ik bijvoorbeeld met bruin of met groen doe ik ook wel eens. Dan heb ik altijd het gevoel dat het niet zo goed gaat als met paars. Dan maar, moeten we toch eens een psycholoog op toelaten. Lijkt me een goed idee. Maar op een of andere manier is dat mijn kleur geworden. In de loop van de tijd dat ik aan het schilderen ben. Krijg je al snel een effect. Zie je het? Ja, dat zie ik. Ja. En het is ook hier nog vrij grof. Met, ja, het is allemaal grof, ja. En het eerste, als dit dan, die ondergrond, als dat klaar is, ja, dan moet dat even drogen een dag of wat. En dan kun je verder. Want olieverf, ja, je kunt ook op een andere manier schilderen. Je kunt ook nat in nat schilderen. Dus hoe heet het? À la prima heet dat. Dan begin je te schilderen en dan ga je steeds gewoon verder. Dus de verf, de ene kleur en de andere loopt dan in elkaar over. Op die manier kun je dan ook, dat doe ik ook wel eens, maar meestal doe ik het zo eigenlijk. Maar ik zie ook een foto hiernaast. Jij werkt met foto's altijd die je zelf maakt of uit tijdschriften? Nee, het zijn foto's die ik zelf maak op reizen. Reizen is een van mijn andere passies. En die komt hier samen met het schilderen? Ja, en oorspronkelijk ben ik eigenlijk psychotherapeut. Dus ik ben eigenlijk mijn hele leven al gewend om met mensen bezig te zijn. Om naar mensen te kijken, wat ze uitdrukken, wat ze uitstralen. Met hun gezicht, vooral met hun ogen. Dus als ik zo'n opzet maak, begin ik ook altijd met de ogen. Dat vind ik gewoon het belangrijkste van het geheel, zal ik maar zeggen. Dat is het centrum van, en daar vertrek je uit om de rest te doen. Ja, dat heb je dan niet gezien, maar gisteren ben ik hier met die ogen begonnen. En als dat niet goed lukt, zal ik maar zeggen, dan heb ik al het gevoel van, ja. Je treft het niet. Het komt niet goed. Jij zei net,
ik heb hier een voorbeeld van hoe ik dus werk vanuit het schilderij waar we net keken. En dan heb je eerst hier de paarse manier van doen en langzamerhand. Onderschildering noemen ze dat. Onderschildering. En langzamerhand kom je dan tot de aanvulling. Gaat dat ook intuïtief of heeft dat te maken ook met kennis van materie en dergelijke? Hoe je die onderschildering dan weer vervolmaakt naar uiteindelijk een volledig schilderij? Nou, het gaat niet alleen maar intuïtief, maar ook voor een deel wel natuurlijk. En ook soms bedenk ik van tevoren ook wel die kleuren ga ik gebruiken. Maar dan verandert het toch weer. Want dan denk ik van ja, het is gewoon niet mooi. Vooral met achtergronden heb ik dat vaak. Wacht even, met achtergronden, want die achtergrond is toch al paarsachtig? Ja, niet altijd hoor. Aha. Omdat je straks zei dat je meestal... Ja, ik ga meestal van paars uit. Maar kijk, net als dat schilderij daar, wat daar staat, dat is dan ook paars. Maar ja, daar ben ik dan weer niet tevreden over, want het is dan te veel paars, zal ik maar zeggen. Jij schildert heel veel mannen, meer dan vrouwen, heb ik zo het idee, klopt dat? Dat klopt, ja. En de reden daarvan is dat ik van de mannen ben, zal ik maar zeggen. Ik woon met een man samen al 38 jaar. En heel veel mensen schilderen vrouwen. Heel veel mensen schilderen vrouwen, dat is vanzelfsprekend. Dat mannen geschilderd worden, dat is altijd er worden heel veel vragen over gesteld. Ja. Waarom schilder je nou mannen? Maar dat vroeg ik niet. Nee, dat vroeg je niet. Nee, je schildert meer mannen als vrouwen. Maar dat houdt dan eigenlijk in, hoe komt dat dan, toch? Nou ja, kijk, omdat het me frappeert, want inderdaad, dat klopt bij de meeste kunstenaars, ook bij vrouwen trouwens. Altijd vrouwen, dus dat intrigeert me, komt aan mannen. Ja, ik vind het dus dan ook wel, A, natuurlijk omdat ik van de man ben, maar B, vind ik het ook wel goed om op een andere manier, mannen zijn ook mensen, die mogen ook geportretteerd worden. En die mogen ook in de picture staan. Net als al die mensen. Er zijn ook veel mensen die zeggen, waarom schilder je nou allemaal gekleurde mensen? Dat is overigens niet zo. Maar het is ook goed om dat naar voren te brengen. Dat is ook een deel van onze wereld. En die hebben dezelfde emoties en dezelfde gevoelens en dezelfde uitstraling en dezelfde ziektes en dezelfde psychoses als wij hier. Jij gaat dadelijk iets laten zien hoe jij heel minutieus, heel precies gaat tekenen, hè? Gedetailleerd gaat tekenen. Waar komt dat vandaan? Je zei straks al, mijn familie is kunstenaar, maar waar komt dat bij jou, dat gedetailleerd tekenen vandaan? Ja, de hele gedetailleerde, ik heb straks ook een tekening laten zien, daar heb ik van mijn opa. Dat was een tekenaar, puur sang, die was zo gedetailleerd. Mijn vader ook, maar minder. En waar ik het van heb, ja, ik denk dus gewoon van mijn opa. En je ziet hier ook, ik ben hier met een tekening bezig met de zaaddoos van een oleander. En die is opengebarsten. Ja, en daar kwam ik echt dingen tegen. Die vind ik zo prachtig om te tekenen. Dat is zo gedetailleerd. En waar ik het van heb, ja, weet ik niet. Ik ben van oorsprong een graficus. Nou, die moet ook altijd gedetailleerd en heel precies werken. Daar is het waarschijnlijk dan door ontwikkeld. Kijk, op de academie mochten we niet met kleurpotlood werken. Dat was verboden, hè? Ja, nee, academie, daar mocht je niet met kleurpotlood werken. En ik deed dan de grafische opleiding. Nou, dat was kleurpotlood al helemaal uit een boze. H-potloden, B-potloden, nou oké. Dan heb ik de grafische school in Utrecht nog gedaan. Dan mocht je ook alleen maar met inktpennen, met HB-potloden, B-potloden, H-potloden. En als je dan mijn kleurpotloden ziet, en daar staat de doos, ik werk altijd met vlijm en vlijmscherpe kleurpotloden. Maar wacht even, kan je het uitleggen waarom je niet met kleurpotloden mocht werken? Is daar een reden voor? Ja, dat was te soft.
Dat was te soft. Je moet grof werken en model tekenen. Dat doe je niet met een pot, dat doe je met dikke stukken houtkool. Dus eigenlijk zitten we met een softie te praten hier. Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel. Ja, het mocht gewoon niet. En dan kreeg je werk mee en moest je thuis werken. Nou, dat deed ik dan. En zo gauw ik met haar werk klaar was. Ja, dan zat ik in mijn vrije tijd. Dus zat ik altijd mijn club lopen te pielen, kun je wel zeggen. En als klein kind gingen wij met mijn oma en opa, alle neefjes en nichtjes, en ik had zelf heel veel broers en zussen, en we woonden 150 meter van het Masbos. Ja. Ons gezin is eigenlijk opgegroeid in het Masbos, voor een heel groot deel, als kinderen zijn er. En mijn oma die zei altijd, de eerste, de beste tak die hij kon vinden. Ja, daar was ik mee aan het tekenen. Maar als je naar een tak kijkt, ja, hè, kleine takjes van zo'n jaar of 4, 5, zijn ook kleine lijntjes die je in het zand zet. Dus daar, waarschijnlijk had ik het daar al in mijn vingers. Ja, het is zo'n fijn werk en dat zie je wel. Als je nou door de loop kijkt, ja, dan zie je zulke fijne lijnen lopen. En die wil ik dus getekend hebben. Je kunt het ook heel, als je hem zo ziet liggen, is die vrij grof. Lijkt die vrij grof. Maar ik wil er dus altijd een loop bij hebben. Dat ik precies zie die naadjes die hier lopen. Het licht en donker die hier lopen. Ja, dat moet bij mij dus helemaal kloppen. Hè. Tot hier aan het uiteinde zie je nog een heel klein restje van het takje zitten. Hier zie je nog een verspringing zitten. Ja, en als je hem zo bekijkt, dan zie je het wel. Dus ik werk heel veel met een loop om zo zuiver mogelijk te werken. Ja. Teken jij ook zonder dat je praat, of niet? Teken ik? Ik ga eventjes wat laten zien. Ik ga even wat laten zien, want dat was de bedoeling. Kijk, dan is het toch een kwestie van heel veel. Maar het moet dan wel bij mij precies op de plek komen. Ja, waar die ontspringen, hè, die kleine draadjes. En dan zie je ze hier heel duidelijk, zie je weer een stengeltje zitten. En van daaruit, ja, ook weer die, ja, wat zijn dat, pluisjes. Ja, het is allemaal zo fijn, maar dat moet dan bij mij ook wel. En nou doe ik het nog maar met één kleur. Eigenlijk van licht naar donker, maar hier moet straks weer een andere kleur inkomen, hoor. Dus, maar zo'n klein tekeningetje als waar ik nu mee bezig ben, hè, deze lengte. Nou, dit is 14 bij, 20, 25. Ja, daar kan ik gerust een hele week mee bezig zijn, hoor. Ja, en daar kan ik uren mee bezig zijn. Uren mee bezig zijn. Maar ja, dat zie je straks ook wel aan de andere tekeningen die ik gemaakt heb. Ook de grotere formaten. Want of je nou een klein formaat of die grote formaten. De techniek blijft natuurlijk hetzelfde. Waar maak je dan geen haarscherpe foto? Ik bedoel, ik snap wel jouw fascinatie hiervoor, die begrijp ik wel. Maar een hele mooie foto, dat is toch weer anders dan dit. Maar wat is dan precies wat jij dan doet buiten die foto? Dit leeft. En een foto, vind ik, is een statische opname. Hoewel ik heel erg kan genieten van foto's. Maar een foto is een momentopname en hier moet je kunnen zien dat je eraan gewerkt hebt. Eigenlijk zeg je, mijn leven, mijn kunstenaarschap leg ik hierin. Ja, dan leg ik hierin. En hier ben ik, er mag gewoon een week mee bezig. En een foto, met alle respect voor fotografen, want daar komt ook heel veel bij kijken. Maar het is wel een fractie van en de foto is klaar. En alle voorbereidingen vind ik allemaal prachtig, maar dat is een technisch gedeelte. En dit is dus echt allemaal met de hand opgebouwd straks. Zien mensen het ook, die jouw werk zien, of zien die eigenlijk een zogenaamde foto? Die zien de foto. Ik krijg zo vaak te horen, oh, dat is net een foto. Ja. Diep in jouw hart vind je dat best wel vervelend natuurlijk. Is vervelend, tuurlijk. Want dan zeg ik, nou kijk nou eens goed. En dan staan er dikwijls op mijn expositie staat erbij dat Clubbertlo tekeningen zijn. Met grote letters vaak. En dan is het van, ja maar het is zo gedetailleerd getekend. Ja, dat is dus ook mijn bedoeling.
Henny, als je de uren zou moeten betalen, dan wordt zo'n klein tekeningetje onbetaalbaar. Ja, maar ik teken niet voor het aantal uren wat de prijs. Ik kijk, nou, dan zal deze niet in de verkoop komen direct, maar ik tel geen uren. Want dan zijn die tekeningen van mij niet te betalen. Breda Nu. Je weet het meteen.